Hey YouTube, dit is Mike Romeo. En vandaag breng ik jullie in de gedachten van Mike Romeo op de map Raid. En dit zijn mijn gedachten van iemand anders. Als het iemand anders gedachte was, dan hoor je die man wel spreken. Dit ben ik, dit is Mike Romeo. De map Raid. Map Raid is eigenlijk, aan de ene kant is hij vrij lastig, soms. Maar als je hem door hebt, is hij heel easy. En ik ga je laten zien. Je kan eigenlijk drie kanten op deze map. Dus via die kant. En via het midden en via rechts. Ik ga je laten zien in het midden. In het midden. Dan kom je eigenlijk altijd dit tegen. Snipers, mensen met target finders die daar aan het campen zijn in die kamer. En het wordt gewoon lastig. En hier zit ze ook altijd aan het campen, dat geldt voor de overkant ook. Als je via links gaat, kom je snipers tegen of mensen die daar aan het glitchen zijn. Dus het is ook een lastige plek. Dus eigenlijk de veiligste route die je kan nemen is via rechts. En daar zitten ze ook wel te campen. Maar het veiligste is rechts. Maar als je alleen maar rechts neemt, dan word je eentonig en voorspelbaar. Dus ik ga je laten zien hoe je deze map moet gaan spelen. En ik begin eigenlijk met het belangrijkste. Met de spawnpunten. En de spawnpunten is eigenlijk het belangrijkste, omdat het je routes bepaalt. Het bepaalt welke routes je moet gaan nemen. En hoe je bepaalde positie moet innemen. Je kijkt goed naar je minimap. Overal waar je medespelers zijn, zijn je tegenstanders niet waarschijnlijk. Of aan de andere kant. Als je medespelers nu helemaal links zijn, dan waarschijnlijk spannen je tegenstanders spannen rechts. En dat moet je goed in de gaten houden. Dit is je eerste spawnpunt. Dit is een spawnpunt. Hier heb je er ook één. En dan gaan we eigenlijk helemaal naar links. Dit gebied heeft ongeveer 5 spawnpunten. Hier bij die dumbbells heb je nog een spawnpunt. En dit is de laatste in dit gebied. En dan gaan we helemaal naar de overkant. Naar het busje. Hier heb je een spawnpunt. Klein stukje verder heb je ook een spawnpunt. Hier links. Daar bij die bloempot. Stukje naar achter heb je een spawnpunt. Hier heb je er ook eentje. Klein stukje verder voorbij de basketbalveld. Eigenlijk bij het muurtje. Heb je er eentje. En de laatste. De laatste is hier. Dit is je laatste spawnpunt. Onthoud je spawnpunten. Die zijn echt belangrijk. Want die zorgen ervoor dat je bepaalde routes gaat nemen. En dat je bepaalde routes slim neemt. Ik ga je nu mijn openingsroutes laten zien. De openingsroutes die ik neem op de map Raid zijn er 2. En ik neem altijd standaard neem ik deze. En dan moet je extreme conditioning en lightweight voor hebben. En ongeveer vooraan staan. En dan ga je het redden. Zo niet, dan soms red je het niet of wordt het heel gevaarlijk. Ik neem hem gewoon 4 in het midden. Ik blijf alsmaar rennen. Ik heb maling van wat eraan komt. Ik gooi die C4. Soms hoef je geen eens een C4 te hebben, maar doe je het gewoon met je gun. Dat kan ook. En ik val er steeds vanaf, maar hier heb je hier standaard dat er mensen zitten. Mijn alternatieve route die ik neem is via links. Via de linkerkant. Het kan ook via rechts hoor. Maar via linkerkant kan je die manier. Of gewoon via het huis. Kijk uit voor die mensen die daar al klaarstaan, maar ik geloof het niet. Of daar. Dit is eigenlijk om te gaan flanken en in de rug te komen van de tegenstanders. En het is vooral voor de mensen die in hun spawn blijven zitten campen. Voor deze mensen die hier zitten. En via de overkant doe ik precies hetzelfde eigenlijk. Dan ga ik gewoon rechtdoor. Op deze manier. Ik blijf maar lopen. Ik ga via deze kant en ik gooi die C4. Mocht die C4 niet lukken of je komt dan spelers tegen. Gebeurt heel vaak trouwens. Dan pak je hem zo. Je ziet daar al mensen, campers. Eigenlijk moet je dan gewoon dekking zoeken. Zoek dekking bij die rotsen. Ik ga je laten zien. Zoek dekking hier. Die kant op. Die kant op en dan ben je er. En dan heb je ze.
Dat is eigenlijk de route die ik neem. Alternatieve route is via rechts, kan ook via links. Via rechts doe ik het ook puur om op te gaan flanken. En dan neem ik expres de buitenkanten. En dan ben ik eigenlijk al hier en dan probeer ik te flanken. En ik doe het via deze manier, via de binnenkant. Dat is makkelijker. Heb ik betere positie. En dat is voor deze mensen die hier aan het campen zijn. Ga ik je wat campspots laten zien. Headglitchspots en eigenlijk hoe je ze moet gaan counteren. Of waar je op moet letten, dat kan ook. Als je Domination speelt, gegarandeerd, dan heb je daar de vlag. Je kan op deze auto. En hier kunnen mensen campen. Dus let daarop. Het is heel vaak gebeurd dat ik zo ben gekild. Of via deze kant. Dat ze hier onder die auto aan het campen zijn. Dus daar moet je goed op letten. Even denken. Hier heb je een groot campspot. Waar altijd snipers zitten. Standaard. Dat is hier. Hier. Wat ze ook wel eens doen is hier liggen. Of hier in het hoekje zitten. Aan de overkant heb je ook een campspot meteen. Waar snipers zitten. Dat is dat gedeelte. En ik ga je laten zien hoe je die moet counteren. Die is easy om te counteren. Ik ga je laten zien. Als je hier aankomt. Dus je komt hier aan en je ziet eigenlijk dat daar een sniper zit. Gebruik dan hier zoveel mogelijk dekking. En de zijkanten. Zoveel mogelijk dekking. En dan kom je hier bij het busje uit. En hier heb je hem. Je kan dekking zoeken achter het busje. En dat is hoe je hem kan counteren. Je kan ook meteen naar binnen klimmen. Maar ja, dat is wat riskier. Of je kan hem flanken. Maar dan heb je eigenlijk bouncing berries en shock charges die je kan ontvangen. Dus dat zou ik niet doen. Hier heb je een campspot. Precies op B. Voor Domination. Onthoud die. Dus let daar goed op. Dan kunnen mensen echt campen. Hier gaan mensen altijd head glitchen. Standaard. En als je eraan komt, dan zitten ze meestal hier om het hoekje. Dit is een head glitch spot, standaard. Een klein stukje verder heb je ook een head glitch spot. Hier bij die rots heb je er eentje. En die kan je zelf ook gebruiken voor die ontdekking te zoeken voor die spawn. Als mensen hier spawnen. Gegarandeerd dat je het altijd wint. Hier heb je een... Ik ga je laten zien. Deze moet ik scoren. Wee! Hier zitten altijd snipecampers. Standaard. Hier binnen. Is één grote campspot meestal. Het is druk verkeer. Hier zitten ze ook wel eens. Op die stapel. Let daar goed op. En eigenlijk is dat gebouw is ook voor snipers. Die kan je counteren op twee manieren. De eerste ga ik je laten zien. Dat is gewoon via hier. Je gaat liggen en ze zien je niet. Of moeilijk in ieder geval. Tweede manier is om de zijkanten te gebruiken en zoveel mogelijk dekking te zoeken. Dekking. En dit is de rushing manier. Bra! En dan heb je hem. Vanaf dit punt kan je ook alles zien. Of dat spawnpunt daar. Of dat mensen daar naartoe gaan. Meestal neem ik deze. Route neem ik niet op deze manier. Maar meestal via de zijkanten. Dus vind ik hem wat betere manier. Heb ik meer dekking. Heb ik meer overzicht. En niks dat me eigenlijk zal laten schrikken. Oh man, waarom? En dat moet je, vaak moet je dit doen. Dus een andere positie, andere route nemen. Om niet verrast te komen. Of om niet verrast te worden, bedoel ik. Ik ga je nog een punt laten zien. Hier campen ze meestal ook. Ik weet niet waarom, maar let daar op. Dit is meestal als ik dat gebied. Als ik hier ben, probeer ik hem niet meteen rechtstreeks te nemen. Soms wel, maar soms probeer ik hem ook op deze manier te flanken. En dan heb ik meer overzicht. Het meeste drukverkeer is in het midden. In het midden zitten ze altijd daar te campen.
als je goed de spawn weet en je hebt een gevoel dat ze eigenlijk via die kant spawnen, pak die rots en dan heb je hem altijd, dat mannetje. Je kan die andere rots ook nemen. Trouwens, als ze hier spawnen, dan kan je wallbang. En dat gebruik ik eigenlijk heel vaak. Ik kwam niet uit mijn woorden. Kijk maar, zie je dat? Al die bullets die daar terechtkomen. Wallbang die mensen. Als je weet dat ze hier spawnen en ze komen erachter. Wallbang, wallbang, blijf maar wallbang. Kijk, je gaat ze hitten. Gegarandeerd, ik gebruik het zo vaak. Ik wil je nog één plek laten zien. En daar moet je goed voor waken. Dat is deze. Dat mensen hier ook willen zitten. Hierop. Ik heb het ooit één iemand zien doen. Of een paar in ieder geval. En het is gewoon een rotplek. Want je hebt overzicht op elk gebouw en op elk stuk. Dat was eigenlijk raid. Ik heb niet meer te zeggen. Behalve dat... Poedersuiker. Poedersuiker is niet gezond. Dus vermijd poedersuiker. Ik ga jullie een game laten zien. Hoe ik de map raid speel en wat ik denk. Hier is eigenlijk nog een klein stukje de beginroute. Die ik bedoel. Ik zie daar een tegenstander, ik zoek dekking. Bam, quad. Quad C4, ik heb die man in de kop. En dat is eigenlijk mijn beginroute die ik neem. Hier had ik een andere setup. Dat is een hele oude gameplay, dus neem ik in plaats van het midden neem ik die alternatieve route. Via rechts. En ik bedenk me nu van, oh, ik moet goed hier uitkijken dat er niemand aankomt. Ik probeer het zoveel mogelijk de zijkanten te pakken. En daar komt wel iemand. He's gone. Hier denk ik bij mezelf, volgens mij zit er iemand in het gebouw al. Dus daar moet ik naartoe. En hij wordt net gekilled. Ik weet dat ze vlakbij me spawnen. Dus ik zit eigenlijk precies goed. Ik ben in mijn eentje, dus ik push gewoon naar voren in die span om te kijken waar ze zijn. En ik zie daar al eentje. Die net gespawnd is. Mijn medespelers die zijn nou ook vooruit aan het pushen. Dus waarschijnlijk is die spawn nu net geflipt. Ik ben hem nu, ben ik hem aan het opzoeken. Om te kijken waar die is. Ik heb hier het gevoel, niemand, ik zie niemand. Dus ze moeten hier bij die auto spawnen. En daar zag ik er al eentje. Ze zijn rond dit gebied, maar ik heb geen UAV. Dus ik moet goed oppassen. Deze man heb ik. Ik ga eens direct naar boven. Om eigenlijk niet verrast te zijn zometeen. Misschien zit daar een camper. Waarvan ik niet weet. En ik heb gewoon het gevoel dat ze hier blijven spannen. Dus ik blijf rond dit gebied. Ik blijf maar lopen. Ik kijk hier eventjes. En ik zie meteen daar die man. Ik kill hem. En ik loop maar rond. Om te kijken van, hey, misschien is er iemand gespawnd en heeft nu positie ergens genomen. En misschien verrast hij me zometeen. Hier neem ik hem expres een heel groot stuk om. En zie je dit? En dat is voor die campers. Als ik hem eens direct had genomen, dan was hij gekilled. Gegarandeerd. Daar zie ik weer iemand. Ik neem een korte route, een betere positie eigenlijk. Wat me veel dekking geeft. En ik heb meteen twee mensen. Nog steeds om mijn minimap te zien. Zie ik mijn medespelers, zie ik daar. Ik zie geen rode puntjes, zie ik komen op de minimap. Dus ze moeten nog steeds hier spawnen. En ja hoor. Nog steeds bij die auto spawnen ze. Ik krijg hier twee kills. Reset afgelopen. Ze spawnen steeds rond dit gebied. En ik was maar telkens was ik aan het lopen. Hier wacht ik op deze man. Kill ik. En ze spawnen gewoon voor mijn neus nu. En dat is als je de spawnpunten ook goed kent. Dat je ongeveer weet waar ze spawnen. Dan kan je er rekening mee houden. Hier neem ik expres die andere route. Die loop ik nu om. Om hem te verrassen. En eigenlijk is het nu klaar met mijn swarm. Dit was eigenlijk een gong voor nuclear. Maar ik had een verkeerde setup. Dat was ook mijn eerste game van de dag. Excuses. Maar dit is hoe je moet spelen. Zo simpel. Kijk naar je minimap. Ken de spawnpunten. Probeer je niet te laten verrassen. Dus blijf rennen, blijf lopen. Heb ongeveer een beetje een gevoel van hoe de game is. En dan moet het goed komen. Maar eigenlijk is het al bijna klaar vanwege die swarm en
en die darks, daarom gebruik ik eigenlijk geen swarm en darks met team deathmatch. Het is te snel over dan. En is niet zo leuk. Ik probeer meer voor die nucleus te gaan. Het is een hele oude gameplay dit. Dat zie je ook aan die aan hoe heet het, die dingen die je krijgt, zoals ik weet het even niet, ik kom even niet op die naam. Maar die medals, ja die medals. Hier ben ik eigenlijk, kijk ik nog steeds naar mijn minimap. Ik zie dat iemand wordt gekild en waarschijnlijk, ja hier. Ik loop hier naartoe. Ik kijk goed omheen, want ik denk dat ze gewoon weer bij die auto spawnen. En ja, inderdaad. In plaats dat ik hem in één keer kill, dan loop ik om. En ik kom in zijn rug. No homo. He's gone. En ik heb nog steeds het gevoel dat ze hier spawnen. En nu al niet meer, want kijk maar naar die minimap. Al mijn medespelers zijn daar, dus waarschijnlijk spawnen wij daar nu. Dus moeten ze aan de overkant spawnen. En je weet ongeveer welke spawns ze hebben. Hier wordt mijn teamgenoot gekild. Ik ben nog steeds heel bewust van mijn omgeving en van wat er gebeurt. Moet je blijven. Hier ben ik alleen. Ik kan niks. Ik ben alleen, mijn medespelers zijn allemaal daar. Ik gebruik nu die scar die ik heb opgepikt om de tegenstanders op afstand te houden. Dit is wat ik moet doen, anders word ik gekild. Ik hou ze op afstand, ze spannen allemaal om me heen en ze weten waar ik ben. Ze willen die revenge hebben. Kijk maar, hier komen er ook weer twee aan. En dit doe ik verkeerd eigenlijk. Eigenlijk had ik hier moeten wachten in plaats van dat ik vooruit had moeten pushen. Hier zie ik die man nog op mijn minimap en die krijgt hem. Dat was het. Je had hier, had je moet, bij die final kill kan wat afwachtender moeten zijn. Je moet ze eigenlijk naar je toe laten komen, anders word je gekild. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. En peace. Flawless. Kogelvrij. 37-0. Peace.